Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft een druk jaar achter de rug. Volgens minister Robert Peneu heeft het ministerie tal van projecten gerealiseerd, zoals het volledig implementeren van de IMO Nieuwe Stijl en het reorganiseren van diverse basisscholen. Peneu gaat in op andere projecten die ook zijn afgerond. Lama dit van zeggen, het was een behoorlijk bewogen jaar. Er zijn een heleboel zaken zeker verzet, vooral op het stukje van wetgeving en regelgeving. Maar we hebben ook in 2016 een heleboel regels op scholen kunnen bestendigen. En ik denk dat in 2016 nu de meeste directeuren en schoolleiders precies weten wat de koers is van het ministerie. We hebben zeker voor de middelbare scholen het vast reglement, we hebben een aantal instituten. Opgezet. We denken bijvoorbeeld aan het Schakelinstituut Middelbaar Onderwijs, die tevens ook mensen heeft afgeleverd. We denken uiteindelijk ook aan de nieuwe structuur van het IMO, die is geïmplementeerd. Als we terugblikken, dan zien we ook uiteindelijk dat we op vele scholen uh, heel veel scholen hebben geassisteerd. Uh, in hun stukje organisatie op de scholen, er was nogal wat onduidelijkheden met betrekking tot vele scholen over schoolleiders die aangesteld moesten worden. Onderhoofden, alles is in place. We hebben rechtsposities van ambtenaren, waar ambtenaren echt er slecht vanaf zijn gekomen door verkeerde beoordelingen, hebben we recht getrokken. En ik denk dat we wat we hebben gelegd als basis in 2016 moet voortgang zijn in 2017. Een van de voornemens van de onderwijsminister voor 2017 is... dat er een instroming van de universiteit aangepast dient te worden. Niet alleen studenten met een VWO-diploma kunnen gelijk op de universiteit ingeschreven worden... maar ook zij die een andere middelbaar diploma op zak hebben. De bewindsman somt enkele zaken op die ook dit jaar aangepakt zullen worden. Op dit moment, wat voor mij belangrijk is voor 2017, is de concentratie op het hoger onderwijs. Uh, we weten allemaal uh, de perikelen die afgelopen jaar is gebeurd met de universiteit. Er moeten wat structurele oplossingen komen uh, met betrekking tot studenten die zich inschrijven en ook in de gaten houden dat studenten binnen gestelde tijd hun studie afronden. De wetgeving van tertiair onderwijs is ook al af, maar er moeten wat modificaties komen. Als we kijken naar uh, het MULO-onderwijs, uh, dan zien we dat het stukje A en B-richting een stukje achterhaalde uh, vorm al is. We weten ook dat het niet werkt. We moeten ons MULO-onderwijsprofiel uh, ingericht maken, waardoor uiteindelijk het, het drop-out minder wordt. Wanneer we ook kijken naar het stukje basisonderwijs, dan gaan we ook dit jaar nadenken wat we gaan doen met de zesde klasse toetsen. Ik denk dat we ook moeten gaan nadenken hoe die vlotte doorstroom moet komen vanuit de lagere school naar het voortgezet onderwijs junioren. Dus er is nog veel werk aan de winkel. Minister Peneu heeft zijn ideeën voor een tweede universiteit ook kenbaar gemaakt. Volgens hem zal het een goede stap voor Suriname zijn om ook, docenten, om ook met internationale docenten te werken. Volgens de minister moet het onderwijssysteem niet slechts gericht zijn op de Nederlandse taal, maar ook andere talen zoals Engels, Frans en Spaans.